Mensen weten niet wie hij is, maar iedereen kent zijn muziek. Een van de bijzondere dingen van het toeren met deze voorstelling door Nederland was dat we hebben op een gegeven moment halverwege de voorstelling laten we het publiek podium komen om te dansen. Iedereen, ongeacht waar we spelen, of het nou Terschelling is of Amsterdam, of iedereen gaat aan zodra ze die muziek horen. Want die muziek is gewoon de muziek geworden van ons allemaal. Ja, en waarom wilde je daar een voorstelling over maken? Ik denk dat dat een heel belangrijk verhaal is. Mensen waar we naar kijken en zeggen van dat is de marge, die eigenlijk het hart zijn van wat ons met elkaar verbindt. Sylvester is zo'n voorbeeld. Dus hoe makkelijk we mensen denken in uitsluiting, terwijl precies dat soort pioniers maken dat we verbonden zijn met elkaar. Ja, die zorgen juist voor verbinding. Ja. Was je verrast? Want je hebt de toneelschrijfprijs gewonnen, ja. Wegen het schrijven van deze voorstelling. Had je dat verwacht? Had ik het verwacht? Nee, ik was niet per se bezig met... Ik ben heel blij met die prijs, maar ik had het niet per se verwacht. Ik ben wel heel blij. Maar wat ik eigenlijk ook bedoel is, want had je verwacht dat je het met deze voorstelling zou winnen? Want je was 2 keer genomineerd. Ja, dat klopt, ja. Ja. Je verwacht niet echt iets, maar dat het met deze gewonnen is, vind ik heel belangrijk, omdat ik kom uit een... Ik ben verbonden aan een gezelschap, Wijdenbart Nauw Inc. Heb ik samen met Martje Bossen opgericht. Mag ik het langzamer zeggen, hoor? Wijdenbart Nauw Inc. Ja. En Marjorie Boston. Ja, ja, ja. Wij zijn eigenlijk al heel lang bezig in eigenlijk de marges van het theater in Nederland. Hebben met heel veel mensen gewerkt die zich herkennen in dit verhaal en in deze verhalen. Het is voor mij heel belangrijk dat ik hiermee gewonnen heb, omdat het ook gaat over die mensen, die achtergrond, maar dat een verhaal is ook van... het is een heftig verhaal, maar het is een verhaal van kracht en van joy, van vreugde. En het is een verhaal dat ook ons iets zegt over de kracht van muziek vanuit de diaspora, zwarte diaspora. Wat die muziek betekent voor zichzelf, maar ook voor de hele samenleving. En hoe je een gemeenschap in haar kracht kan zetten door middel van muziek. Ja. En zo'n voorstelling. Ja. Sylvester James, kende jij het al? Zijn muziek wel, ja. Ja. Het is interessant, grappig dat je dat zegt. Want... En dit verhaal ook? Ja, nou, dat verhaal ken ik niet. Alleen de muziek komt me heel erg bekend voor. Ja. Maar het verhaal niet. Heel bijzonder. Ja. Ja, het is een waanzinnig verhaal. Echt. Hij kwam op voor gemarginaliseerde groepen. Dus met de hele bijeenfractie naar deze voorstelling gaan kijken. Ja. Je hebt 10.000 euro gewonnen, hè, met de toneelschrijfprijs. Wat ga je met het geld doen? Overleven. Nee, nou ja, het is half een grap. Met Wijdenbart Nauw Inc. zijn we geen gesubsidieerd gezelschap. We werken op basis van projecten. We gaan nu wel, er komt een kunstenplan aan. Dat is een politieke aangelegenheid natuurlijk ook binnenkort. We gaan wel aanvragen voor structureel binnen het kunstenplan. We bouwen eigenlijk aan een plek maken waar andere verhalen gemaakt en verteld kunnen worden. Ook, die ook vanuit een ander perspectief gesteund worden. Ander perspectief bedoel ik kom uit die wereld. Ik heb voorbeelden, mensen op wiens schouder ik sta. Rufus Collins, Henk John, Felix de Roy, Lida Neslo. Mensen die mij hebben gevormd, naast dat ik uit de hiphop kom. En wij willen dat doorgeven. En een plek maken waaruit je een ander perspectief kan leveren in het culturele veld. En dat is hard nodig. Time to give back. Yes, absolutely.